Hi, en fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van het Cultuurkanaal. Het medium waarin dat we heel wat leuke gasten uitnodigen om het hier te hebben over het reilen en zeilen in showbizland. En naast mij zit mijn allereerste gast voor vandaag en dat is Dirk Duval. Dag Dirk. Dag Christophe. Ça va? Ça va, ja. Ja, fijn dat jij bent afgezakt naar Oudenaarde, ja, naar heel graag. Cultuurkanaal. Dirk Duval, dat is een alliteratie, DD. Ja. Is daarover nagedacht of is dat gewoon geluk? Nee, daar is helemaal niet over nagedacht eigenlijk. Want die Duval, er bestaan artiesten met de artiestennaam Duval. Frank Duval bijvoorbeeld, de maker van de muziek van de bekende crimiserie Derrick destijds, Frank Duval. Maar ik heb er helemaal niet bij stilgestaan. Dus Duval is eigenlijk gekomen dankzij een goede kameraad van mij. Ik was toen in die periode met 1001 dingen bezig. Dus toen kwam ter sprake, ja, Dirk, je bent een echte duveldoedal. En opeens was die klik er duveldoedal. Dus eigenlijk komt het van duivel, dus, maar voor de rest geen enkele associatie met... Dat is het eigenlijke ontstaan ja. van Dirk Duval. Ja. Mooie anekdote wel, Dirk. Beetje raar misschien. Nee, maar, ik vind het wel een leuk verhaal. Ja, ja. Jij bent ook wel iemand die van veel markten thuis is. Ja, wij proberen dat, hè, Christophe. Ja, ja. Je moet ook wel in Vlaanderen natuurlijk. Jawel, jawel. Ja, ja. Jij zingt al een tijdje, toch wel? Hoe is bij jou die bal aan het rollen gegaan, die muzikale bal? Goh. De muziek zit in feite al in merg en been van toen ik nog een klein manneke was. Dus in het lagere schooljaar, lagere studiejaren, was dat blijkbaar de zangleraar of de koster. Toen nog. Toen nog van Eeklo. Opgevallen dat ik toch wel een degelijke stem had in feite. Dus zodoende ben ik in het knapenkoor terechtgekomen van Eeklo, dus ik was toen een jaar of 6, denk ik. Sorry dat ik je onderbreek, welke stem zong jij toen als kind, weet je dat nog? Sopraantje. Sopraan, want ik wou net zeggen, je hebt nu echt een heel, heel mooie, warme bariton, ja, mooie, warme stem. Dat is ongelooflijk, enorm geëvolueerd. Ja, ja, ja. Ja, je wisselt natuurlijk op een gegeven moment. Ik wou dat ik nog bepaalde, dus dat ik met die kopstem nog bepaalde dingen kon doen, maar dat... Ja. Nee, dat is... Maar ik hoor ook in je spreekstem, je hebt een heel mooie, warme, baritonale klank. Dat is ook een leuk cadeau natuurlijk, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, want dan kan je die crooners zingen. En ik denk wel dat crooners echt wel jouw ding zijn. Ja, daar voel ik mij wel goed bij. Ja, ja. Dat straal je ook wel uit, vind ik, als ik jou bezig zie op een podium. Ja, dat kan best zijn. Ik doe mijn ding. Ja. Dus in de hoop dat de meeste mensen bevalt. Ja. En dat lijkt aardig te lukken de laatste tijd vooral. Over Dirk Duval die zijn ding doet. Als jij Dirk Duval, het merk Dirk Duval, zelf zou moeten omschrijven als een reclameboodschap, stel jezelf voor, promotiegewijs. Hoe zou jij dat in eigen woorden... Als zanger bedoel... Dus als de artiest zanger Dirk Duval. Ja, een eenvoudig iemand die er zelf enorm van geniet om te kunnen zingen, om op het podium te staan, om mensen te entertainen, zien dat... Het de mensen bevalt, hetgeen dat je doet, dat is voor mij de hoofdzaak. Ja, oké, dat is een mooie omschrijving. En ook op dat vlak ben ik misschien een beetje een koppelhaard. Maar ik focus mij vooral op de liedjes waarvan ik weet, ik hoor ze zelf graag. En het lukt allemaal, ik zing ze graag. Dus. Ik vind dat goede artiesten een beetje eigenzinnig moeten zijn, ook zelfs. Kan best zijn. Maar ja. Je moet ook een beetje eigenheid hebben en een beetje je eigen wil hebben. Ik heb al, moet ik zeggen, meerdere keren, maar ik krijg soms te horen... Oh, Dirk, dat nummer, bijvoorbeeld hetgeen dat momenteel actueel is. Ik ga er geen titel op plakken. Maar hoe dat je dan een keer niet zingt tijdens optredens. En jij voelt het dan niet? Ik zeg, nee, de vibes zijn er niet. Ja, je moet het zelf voelen. Dat is niet mijn dada, en dan begin ik er niet aan. Ja. Wat wel jouw dada is Neil Diamond. Daar zeg je wat. Ja. Vertel eens, wat vind jij zo goed aan de muziek van Neil Diamond? Goh, ik vind ten eerste de uitstraling van die man. Dat is punt nummer één. Die typische stem van die man. En ook, hij is zelf tekstschrijver, componist. Dus die man zit met muzikale brains voor mij. Je houdt dat niet voor mogelijk. Ja. Ik heb er ongelooflijk respect, ongelooflijke bewondering voor. Neil Diamond is meer dan Sweet Caroline alleen, hè? Absoluut, absoluut. Ja. Ik denk... Nee, ik moet het niet denken. Ik ben ervan overtuigd. Ik heb sinds de start van zijn carrière heb ik
tot nu, de dag van vandaag, heb ik wel al het materiaal dat die man heeft uitgebracht. Ja. Dus ik was bijna van plan om te zeggen, ik volg hem nog altijd nauwgezet, maar momenteel, u weet het waarschijnlijk ook, de man leidt aan de ziekte van Parkinson. Heeft vorig jaar nog een nieuw album uitgebracht onder begeleiding van de London Symphonic Orchestra. Ik heb dat natuurlijk ook in mijn bezit. Dus al hetgeen dat van die man komt, is voor mij puur genieten, pure nectar. Ja. Dan gaan wij ook genieten. Een beetje van Neil Diamond. Jij gaat daar een beetje voor zorgen, want jij mag naar ons geïmproviseerd podium gaan. Hi. What a beautiful noise coming up from the streets. It's got a beautiful sound. It's got a beautiful beat. It's a beautiful noise going on everywhere, like the clickety-clack of a train on a track. It's got rhythm to spare. It's a beautiful noise. It's a sound that I love, and it fits me as well as a hand in a glove. Yes, it does. Yes, it does. What a beautiful noise coming up from the park. Is the song of the kids, and it plays until dark. Is the sound of the cars on their furious flights. But there's even romance in the way that they dance to the beat of the light. And it's a beautiful noise. It's a sound that I love, and it makes me feel good, like a hand in a glove. Yes, it does. Yes, it does. What a beautiful noise. It's a beautiful noise, made of joy and of strife, like a symphony played by the passing parade. It's a music of life, and it's a beautiful noise. It's a sound that I love, and it makes me feel good, like a hand in a glove. Yes, it does. Yes, it does. What a beautiful noise coming into my room, and it's begging for me just to give it a tune. Een cover van Neil Diamond gebracht door Dirk Duval, en hij is er terug komen bij zitten. Ja, Dirk, over een album gesproken. Jij hebt recent ook een eigen full album uitgebracht. Jawel. Het hoeveelste album is dat al ondertussen in het rijtje? Het hoeveelste. Ik heb in het verleden ook nog een Nederlandstalig album uitgebracht met de titel Dirk Duval Anders. En waarom die titel? Ja, ik ben doorgaans, en ik doe dat het liefst dan ook, in het Engels zingen. Dus toen het idee er gekomen is om enkel Nederlandstalige liedjes, ook op aanraden van fans, van geïnteresseerde mensen, dus heb ik toen uiteindelijk een Nederlandstalig album uitgebracht. En dat is eigenlijk wel een succesverhaal geweest. Ja, maar dit is niet Nederlandstalig. Maar toch, nee, dan is het vervolg er gekomen. En corona heeft fameuze stokken in de wielen gestoken, want vorig jaar
bij wie niet, ging er behoorlijk wat promotie verkocht geweest zijn. En rond het album Endlessly, ook volledig Engelstalig uitgebracht onder Happy Phoenix Records. Ik zeg het, corona heeft fameuze stokken in de wielen gestoken, maar nu proberen wij die twee toch aan elkaar te koppelen. Het is te zeggen het gloednieuwe album, dat pas uit is sinds 2 oktober. En wij proberen die Endlessly er ook voorzichtig aan te linken. Dus dat niet enkel en alleen de belangrijke focus op het album Hello Again ligt, maar dat Endlessly er een beetje in meegenomen wordt. En waar heb je voor de rest de mosterd gehaald voor dat album? Ja. Ja, dus herinneringen van vroeger. Nostalgie? Pure nostalgie. Ja. Dus toen we bezig waren met de voorbereidingen, dus gaan we nog een nieuw album uitbrengen? Ja, oké. Okay. Dan gaan we eens zien wat dat er precies op moet of wat ik erop wil. Ben ik aan het brainstormen gegaan en soms tot heel ver terug in de tijd, Christophe. Jaren 60. Ja, er is heel goede muziek onder gemaakt. Onder meer, ja, absoluut. Ja. Dus, en dan maak je een lijstje aan. Ik had zo'n 30-tal nummers zeker. Daar is er dan ook uit geselecteerd geweest tot we aan die bewuste 14 gekomen zijn die uiteindelijk op het album geplaatst zijn. Ja, maar het zijn allemaal jeugdherinneringen die ik nu zelf zing. Ja. Daar komt het op neer. Als jij muziek hoort van vroeger, word jij dan ook echt teruggecatapulteerd naar die tijd? Als Jawel. Ik herinner mij bijvoorbeeld nog, jij hebt dat helemaal niet meer meegemaakt denk ik, maar de tijd van de Radio Veronica Top 40. Ik ken het wel van naam hoor. Maar was. Ja. Ontzettend populair. Iedereen kende dat. En ik heb nog momenten gehad dat we dus een weddingschap aangingen met kameraden. Dat ze zeiden van, ja, jij weet welk nummer dat op die positie staat, op die positie en zo verder. Jij was bezig met die charts, met die hitlijsten. En heb ik mij daar nog eens op gefocust, want ik voelde een weddingschap aankomen. En ik heb nog die bewuste top 40 lijst van achter naar voor afgedramd. Wauw, elk nummer. Van 40 tot 1. Elk nummer. Ja, dus nummer, uitvoerder. Ja. Weet je nog wie er dan toen op 1 stond? Oh, ja, we spreken over een periode van Of een bewuste lijst waarvan je weet, dat weet ik nog heel goed, toen dat nummer heel lang op 1 heeft gestaan. Een Golden Earring heeft nog destijds nummer 1 posities gehaald. De Small Faces moeten we nog heel wat verder teruggaan in de tijd. Rod Stewart, noem maar op. Te veel om op te doen. Maar mijn grote idool, Neil Diamond, heeft nooit de nummer 1 positie gehaald. En dat bevalt me. Protest. We gaan een politieke partij oprichten om dat terug op te lossen. Ja, oké. Okay. Ja, Dirk de Valt, nog één vraagje. Je bent natuurlijk al heel lang bezig. Je hebt al heel veel mooie dingen mogen doen. Is er nog iets waarvan je zegt, als dit nog op mijn pad mag komen, dan ben ik helemaal blij. Dan is de cirkel rond. Ja, hetgeen of waar we nu volop mee bezig zijn eigenlijk, dat zijn de voorbereidingen voor Dirk Duval zingt Neil Diamond, dus in concert. Met liveband dan en zo? 12 muzikanten. Ja. 12 muzikanten. En we hopen dat alles lukt. Maar de uiteindelijke bedoeling is om met dat totaalplaatje, dus Vlaanderen... Te toeren. Door Vlaanderen te toeren, hoofdzakelijk culturele centra aan te spreken, want het is eigenlijk een programma voor een zittend en luisterend publiek. Ja, iets minder voor de pensenkermissen natuurlijk. Ja. Dat is in Vlaanderen altijd natuurlijk de niet afweging. Niet dat ik daarop neerkijk, maar dat, het is eerder een programma waar je, laat eens maar zeggen, een geconcentreerd publiek Het is minder de slager. Kunt mee bereiken. Ja. Het zijn dus totaal allemaal diamondnummers die ik op mijn eigen manier gaan brengen. Het toeval wil dat er genoeg slagerzangers zijn die dat deel van, de markt ook oplossen. Dus. Ik kijk daar absoluut niet op neer, want er is veel slagermuziek die ik persoonlijk zelf graag hoor. Maar je associeert dat minder met jou. Dat is niet echt mijn ding dan. Ja. Ik vind het wel knap dat je die authenticiteit probeert te bewaren. Probeer ik in elk geval. Ja. Je hebt die ook verwerkt in je full album, dus we gaan luisteren naar een nummertje van dat nieuwe full album en mag je danken voor het fijne gesprek. Heel graag. Ik was hier met veel plezier aanwezig. Ja. Dames en heren, nog een laatste keer, Dirk Duval. Crazy.
I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering, what in the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Je kijkt nog altijd naar het Cultuurkanaal en het is tijd voor mijn tweede gasten. Ze is er komen bijzitten, een prachtige dame, Maureen. Dankjewel. Ja, hi. Fantastische uitstraling, ik zeg het elke keer weer. Ja, je hebt heel veel ervaring opgedaan als backingvocaliste. Ondertussen ook al een tijdje in de frontlinie, als frontvrouw. Even naar die backings. Dus dat is jouw beroep? Toch wel? Ik ben er, het is een bijberoep. En ik ben er heel vaak gewoon meer ingerold. Ja. Ik ben begonnen als danseres. Okay. En daar op de, dit was een soort fame school. De showbiz school. Ja, echt. Dat is in Amsterdam. Okay. En ja, daar deed je klassiek ballet, maar ook jazz, tap en zingen. Ja. En daar ontdekte ik dat ik kon zingen. En zo via via mocht ik dan destijds de backing doen bij de show van Danny de Munk bijvoorbeeld, okay. of destijds Piet Veerman of André van Duin. Die, best wel een aantal mooie namen. Ja, dus dat was heel leuk en zo ben ik erin gerold. En later ook Ryan Paris heb ik een tour mee gedaan. Ja, zijn allemaal namen die in het verleden allemaal... Ja, maar toch wel. Ja, het is super knap dat je dat op je cv kan zetten. Maar ja, die was heel leuk om te doen. Wat ik denk ik heel fijn is op die manier, is dat je zeg maar wel stapgewijs als zangeres je eigen stem kan gaan ontdekken, je mogelijkheden gaat ontdekken, techniciteit gaat ontdekken en heel veel kan leren. Klopt. Ja. Ik weet nog, mijn dochter die vroeg me laatst van ja, maar heeft u dan meteen, kon u meteen zo goed zingen? Zeg ik, nou nee. Nee, eerlijk gezegd niet. Ik kon misschien meer dan gemiddeld zingen, maar ik mijn stem was ook nog, ik was ook best wel verlegen. En, zou ik me nu niet kunnen voorstellen, maar toch. Ja. Ik ben nog steeds verlegen. Dan vroeger ook op het podium. Nu is het, ja, backstage ben ik misschien gewoon Maureen. Maar op het podium dan, ja,
komt ineens een switch. Ja, ja, je, zet dan, je drukt op een knop ja, en ben, je bent en dan toch ben iemand ik anders als je on stage staat. Klopt, klopt. Ja, ja, ja. Maar, dus ja, dan kon ik vragen, conservatoriumachtergrond, maar dat is eigenlijk niet het geval. Dat was de balletacademie. Ja, ja, ja. Ja. Dus, en heb je dan met die dans ooit nog iets gedaan? Of? Ik heb een tijdje lesgegeven, street dance, maar ook salsa en die combinatie, maar nooit echt gewoon op topniveau. Dat was meer. Dus uitvoerend niet zo heel vaak eigenlijk? Nee, nee. Ja, destijds, tijdens de balletacademie. Ja, ja. Maar daarna ben ik voornamelijk heb ik meer de voorkeur gegeven aan zang. Aan het zingen. Ja. Ja. Over die backings, dat hebben we dan even afgerond. Jij zingt ondertussen ook solo. Jij brengt eigen werk uit. Ja, je hebt natuurlijk een fantastische soul-stem. Wat vind je zo leuk aan zingen? Ja, het is niet evident, maar zingen is voor mij een hele uitlaatklep. En dat is in de eerste plaats. En dat ik nu mijn eigen nummers kan schrijven, mijn eigen teksten kan schrijven en zingen, dat is ja, nog mooier omdat je je gevoel dan echt uitstraalt en uitleeft. Ja. Zeker als je meeschrijft aan je eigen verhaal, heb je echt connectie met dat repertoire natuurlijk. Klopt. Ja. Ik denk wel dat je publiek dat ook wel voelt. Dat hoop ik wel. En jezelf, jezelf natuurlijk zelf ook. Voel je dat inderdaad. En soms zijn er ook wel nummers die ik doe. Want als ik een live show geef, dan doe ik ook heel veel covers. Maar iedereen, elke artiest. En je doet een opbouw in je optreden en een mix van eigen werk en bekende classics. Ja, en dan zou ik willen dat ik een van die nummers geschreven zou. Dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Nou, maar, echt. Als je nummers van Tina Turner of Aretha Franklin. Ja, dat zijn gewoon... Ja, geweldig. Ja, dan belanden we meteen bij het volgende onderwerp. Mensen waar je naar opkijkt of opkeek, of mensen die echt een voorbeeld voor jou zijn, artiesten. Ik denk dat je er net een paar opgezomd hebt. Inderdaad. Is er zo nog iemand waar je van zegt, dat is echt een voorbeeld voor mij? Het begon ook zo'n beetje bij Whitney Houston, maar ook een Anita Baker. Toch wel vrouwen die echt zo'n warme soulstem hebben. Daar keek ik erg naar op. Ja, dat hoor ik ook als invloedssfeer, of als invloed op je. Als ik jou hoor zingen, dan hoor ik die invloeden echt. Ja, nou dat heb je dan. Probeer je dat ook te verwerken als je zelf schrijft? Of als je zeg maar gaat inzingen? Je groeit ermee op, hè. Ik groeide ermee op en dat is dan een beetje een tweede natuur geworden. In het begin, toen ik pas begon te zingen en ik een zangles kreeg, dan was ik een heel iel, mager meisje. En ik weet nog dat mijn zangleraar zei van, nou, je moet niet verwachten dat jij een Tina Turner gaat zingen. Want dat past niet bij je postuur en je stembanden. Oh ja, bij je profiel of je type. Inderdaad. Mijn type, maar ook mijn stembanden, die waren daar te iel voor, dacht ik. Maar, I'm gonna prove him wrong. That's right. Dat doet Maureen dan gewoon even. Want ondertussen zing jij wel Tina Turner. Ja, van mijn lievelingsdingen die ik doe. Aretha Franklin, Tina Turner. Power Girl. Yes. Ja, je gaat ook die Power Girl laten zien vandaag. Je hebt een aantal songs meegebracht. De eerste is een ballade die je gaat zingen. Ja. Dat is een song die je zelf geschreven hebt? Ja. Oké, vertel eens. Ik, zoals wij allemaal, zaten in de lockdownperiode en vanuit die positie ben ik gaan schrijven. Een nummer Ik zal er zijn en dat is met de reden van, om er voor elkaar te zijn. Ook al zie je elkaar niet, ook al ben je niet echt bij elkaar fysiek aanwezig. Het is wel belangrijk om er te zijn. Juist. Ja, dat is een mooie, mooie boodschap. Ik stel voor dat we gaan genieten van die prachtige soulstem van jou. Jij mag voor de eerste keer naar ons podium gaan. Dankjewel. Dames en heren, Maureen. Ik weet soms niet wat ik zeggen moet. Ondanks ik zoveel woorden ken. Soms onzeker een vraag, doe ik het wel goed? En of ik eigenlijk wel de ware ben? Ik zal er zijn, ja, ook al voel jij je alleen. Ik zal er zijn, ook al wil je
niemand om je heen. Als je me nodig hebt, dan ben ik daar. Dan ben jij nummer 1. Fluister maar en ik zal er voor je zijn. Ik zal er zijn. Zo van heel ver of van heel dichtbij. Ik bij jou of jij bij mij. Waar je me nodig hebt, ja, daar zal ik zijn. Dus laat het me weten, want dit doet zo'n pijn. Ik zal er zijn, ja, ook al voel jij je alleen. Ik zal er zijn, ook al wil je niemand om je heen. Als je me nodig hebt, dan ben ik daar. Dan ben jij nummer 1. Zeg het maar en ik zal het. Fantastische stem, Power Girl, Maureen. Ze is er terug komen bijzitten. Ja, fantastisch. Dankjewel. Ik ben fan. Dank je wel. Ja, superleuk. Ja, jij zei het daarnet al, je hebt in Nederland gestudeerd of naar school gegaan, ballet en alle soorten dansen. Ja. Hoe ben je dan in Vlaanderen verzeild geraakt? Ja, ik kwam eerst naar de studio hier in België. Was een studio en daar kwam ik wat dingen uitproberen, dingen inzingen. En ik leerde de mensen kennen en voor ik het wist, stond ik mee op het podium. Het was niet eens een optreden waar ik zo heel erg achter stond. Maar ik dacht van, hé, ik ga hier gewoon doen alsof dit de best thing ever is. Soms moet je even fake it till you make it. Of juist, exactly. Yeah, yeah. En dat heb ik ook gedaan. En achteraf zat dan de vrouw van Bart Peters in het publiek. En die kwam naar me toe. En blijkbaar was ik haar opgevallen en vroeg ze of ze mijn nummer mocht geven aan haar man, omdat hij op zoek was naar zangeressen. En ik, ja, natuurlijk mag dat. En een tijdje later, ik dacht, was het alweer vergeten, ik dacht, er komt toch nooit iets van. Belde toch de manager destijds van Bart Peters, belde me op. En ik heb een try-out gedaan en ik was aangenomen. Ik wist nog niet eens waarvoor. Bart Peters is hem. Ja, je dacht, ik moet goed zijn. Maakt niet uit. Als het Bart Peters is, komt het wel goed. Komt het helemaal goed. Het bleek dus voor de radio's te zijn. En we mochten het laatste jaar mochten wij dan meedoen. Superleuk. Echt, je kom je meteen in een gespreid bedje terecht. Want er waren, ik moest me dan ook echt vestigen hier in België. Ja. En jij bent gewoon blijven hangen? Ik ben gewoon gebleven, Je hebt jouw hart een beetje verloren aan Vlaanderen. Helemaal. Ja. Treed je nog wel op in Nederland soms? Of vaak? Eigenlijk bijna niet. Het is heel zelden dat ik daar optreed. Dus jouw carrière is echt wel gefocust op het Vlaamse land? Ja, ja. Wat vind je van Vlaanderen? Vind je het, ik ben niet blijven plakken. Dus ik neem aan inderdaad dat het een positieve antwoord zal zijn. Heel wat is zo het grootste verschil? Maar er is inderdaad wel verschil. En zeker toen ik pas hier kwam, je denkt de mensen spreken hetzelfde taaltje, maar dan de mentaliteit is soms toch wel anders. Ja, Nederlanders die zijn veel meer in front of you. Directer. En veel directer en
Belgen zijn toch ietsje bescheidener. En ja, die moeten natuurlijk ook wennen aan een Maureen die daar dan ineens staat. En, ja. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat als de mensen je eenmaal hebben toegelaten, als ze je eenmaal... in hun hart gesloten hebben, ja, dan blijf je daarop. Ben je daar, ja. Ja, ja. Dat, is wel, dat is wel echt een mooie baseline. Dat, ja, vind ik echt een mooi antwoord. Ja, superleuk. Ja, ja, Maureen, jij gaat nog een nummer voor ons zingen. Ja. Je zong daarnet een prachtige ballade, maar nu is het tijd voor een beetje power. Ja. Een beetje actie. Ik ga het jou laten vertellen. Ja, dat had ik ook. Van, er moet weer een beetje actie komen. Ik heb het... de eerste twee nummers die ik heb uitgebracht waren ballads. En dat was op dat moment was, ja, dat, ja. Jouw stem leent zich ook absoluut heel erg goed voor ballads. Dankjewel. Ja. En ja, de tijd. Sommige mensen zeiden tijdens een lockdown, je moet niks uitbrengen, want je kan geen promo doen. Maar ja, ik vond gewoon dat dat nummer, ja, er voor de mensen was. En ik wilde dat iedereen het kon horen die het nodig had. Ja, ja. En nu vind ik het echt wel weer tijd om naar buiten te komen. Ja. Om weer plezier te maken. Ja. Om weer te dansen en, ja, te genieten. En, ja, daarom heb ik dit nummer uitgevoerd. Welke titel? Ik wil jou. Ik wil jou. Ja, klinkt goed. Klinkt spannend. Ja, ja, ik heb een goed idee. We gaan luisteren naar die Ik wil jou. Ik wil je bedanken voor het leuke gesprek. Jij ook, en ik, bedankt, ga je nog één keer fantastisch laten zingen. Dames en heren, Maureen. En danste dichterbij. Ik wist wel waar dit heen zou gaan. De tijd die vloog voorbij. Aan alle mooie liedjes komt een eind. Hey, maar niet voor mij. Ik wil jou de hele dag. Voor nu en voor altijd. Die stem, die moet die mooie lach. Met mij. Soms vraag ik me af hoe, wat, waarom dat wij nog samen zijn. Het leven keert ons om en om. Dit is pas het refrein. Aan alle mooie liedjes komt een eind. Hey, maar niet voor mij. Ik wil jou de hele dag. Voor altijd. Nee, hey. Die stem, die moet, die mooie lach. Die doet zoiets met mij. Ik wil jou elke dag. Oh, ik wil je nooit meer kwijt. Nee, hey. Ik zeg die ja, dus kom maar dan. Die ene dag ben jij. Ik weet, ik moest je laten gaan. Achterna. Maar nu kan ik het niet meer aan. Ik kom, ik kom, ik kom aan. Hey, 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 hey. Ik kom eraan. Kom dan. Ik kom eraan. Kom dan. Ik kom. Ik laat je niet meer aan. Je kijkt nog altijd naar het Cultuurkanaal en ondertussen zijn mijn twee laatste gasten, ja, voor vandaag er komen bij zitten. En dat is Lander
en Amber. Ja. Voilà, klinkt goed, klinkt ja. goed, klinkt goed. Ja, en jullie dansen bij Are You Famous? Dat is een dansgroep waar mensen als hobby kunnen komen dansen, maar met ook een showteam-tak, ja. waarmee jullie heel wat shows doen. Ik stel voor, ja, ik zeg het nu, maar ik stel voor dat jullie het zelf even toelichten dus, voor onze kijkers. Ja, ik ben Amber en ik ben de artistiek verantwoordelijke en hoofdchoreograaf van Are You Famous. Dus ik train zowel het hobbyteam van 3 jaar tot 15 jaar, als het showteam van 10 tot 21 jaar. En Lander is ja mijn rechterhand. Inderdaad, ik ben de dance captain. Ah ja, oké. Okay. Ja. En hij geeft ook les ja. aan het hobbyteam. Hij geeft dan de balletlessen en ik doe dan vooral de hiphoplessen aan ja. het hobbyteam. En samen ja, stomen we eigenlijk al onze dansers klaar voor dan de grote optredens. Ja, ja, als jullie gaan mee met artiesten en jullie verzorgen dan zeg maar choreografieën, ook echt op vraag van artiesten, jullie studeren nummers in, jullie maken daar eigenlijk een choreo op vraag van de klant, zeg maar. Ja, ja, inderdaad. Ja. Meestal krijgen wij mails van wij willen op deze nummers een bepaalde choreo en dan maakt Amber die en dan sturen wij die op om te zien of dat het in orde is. En ja, jullie jij verzint dat gewoon zelf. Zeg ja, maar, ja, echt. Ja, ja. Bijvoorbeeld, ik was vorige week een week in Tenerife en dan aan het zwembad denk ik ineens, oh, dat zijn leuke bewegingen. Mama, film mij eens even, dat ik het niet zou vergeten. Ja, ja. En zo komen die eigenlijk altijd tot stand. Zo komt dat tot stand. Ja, Are You Famous kan je dan wel bijna letterlijk nemen, want jullie ja. hebben best wel al mooie dingen mogen doen die op jullie cv staan. Ja, jullie zijn al naar het buitenland en alles geweest. Vertel eens, Justin Bieber hoorde ik. Ja, ja. Ik ben een van de 3 meisjes van ons team die gekozen zijn door de manager van Justin Bieber. Dus er was een hele wedstrijd waarbij dus dat je een choreografie moest aanleren van de choreograaf van Justin Bieber, jezelf filmen en dat dan posten op YouTube. En aan de hand van die filmpjes hebben ze dan 3 meisjes van ons gekozen. En daar was jij bij. Ja. Wauw, hoe was dat? Dat was ja, gewoon geweldig. Dat is ja. altijd een van mijn toppunten van mijn leven gewoon. Ja. Want dan hebben wij samen met hem in het Sportpaleis mogen staan. Wauw. En dan ook nog een knuffel gekregen. Dat, dus, dat ook, ja. Laatst het feit dat je opgetreden hebt in het Sportpaleis, ja. een knuffel van Justin Bieber, ja, toch ook wel was even te vermelden. Ja. En jij bent ook mee geweest naar buitenlandse... Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk verschillende dingen al gedaan. We hebben 3 keer onze eigen show gehad in Disneyland Parijs. We hebben in TD Garden gestaan bij de match van de Boston Celtics en LA Lakers. Ja, wij hebben in de finale gestaan van YGP. Dat is een hele grote danswedstrijd eigenlijk over heel de wereld. En dan hebben wij in Lincoln Center in New York mogen optreden. Dus yeah. Ja, dat is best wel een mooi lijstje, denk ik dan. Ja, als inderdaad. Ik dan aan een bucketlist denk, dan denk ik dat jullie best wel een aantal dingen hebben afgevinkt. Ja, er staan klopt. Niet zo heel veel nog op. Echt zoiets van, en jullie zijn dan nog zo jong eigenlijk. Ja, ja. Ja, ik ben 20. Ik ben 21. Ja, kijk eens aan. Dus aan zo'n mooie dingen mogen doen, dat is ja. natuurlijk fantastisch. Ja, ja, de toekomst. Ligt die ook op de dansvloer of doen jullie naast dansen ook nog iets anders? Ga je weer naar de dame? Ik studeer kinesietherapie. Dus ik heb juist mijn bachelor gehaald met een onderscheiding. Dus ik start... Proficiat. Aan mijn master neurologie. Dus ja, ik ben gewoon heel hard gepassioneerd door neurologie, omdat ons papa is ook ziek geweest en die is dan 51 keer geopereerd aan een hersentumor. Okay. Dus ja, dansen en neurologie, dat zijn gewoon mijn 2 passies. Twee dingen die enorm met elkaar liggen wel, maar... Maar op zich, als je een patiënt moet revalideren, dan kan dat ook met dansbewegingen. Okay. Want ja, de spieren moeten gewoon geactiveerd worden en dat maakt niet uit op welke manier. Okay. Dus dan is dansen wel... Die 2 passies die lopen gewoon in elkaar over. Ja. Hoe zit dat bij de mannelijke... Bij mij is iets helft. Anders, denk ik, toch wel. Ja. Ik studeer toegepaste economische wetenschappen in Leuven. En ja, dat is het eigenlijk vooral. Ja. Het is een bewuste keuze ook om niet volledig op die dans toe te spitsen, of hoe moet ik ja, dat? Ja, inderdaad. Ik denk, ja, wij gaan nog heel ons leven eigenlijk nog bij Are You Famous actief zijn en zullen verder doen. Maar daarnaast hebben wij ook wel gekozen om nog een vangnet eigenlijk ook te hebben. Ja. Want het is ja. niet altijd even gemakkelijk en zo. En normaal gezien zal het wel allemaal goed komen met het showteam en dat zal wel... Ja. lang blijven bestaan. Ja. Maar het is ook altijd handig om nog iets achter de hand te hebben, natuurlijk. Ja, ik denk dat dat een verstandige keuze is. Maar dat dansen, dat zal altijd wel een deel van jullie zijn. Ja, ja, zeker en vast. Ja. Ja, stel nu dat iemand zegt van, oh, daar wil ik nu echt bij komen dansen. Zijn jullie streng qua selecties? Of zijn er audities? Kan je zomaar gewoon... Nee, ons hobbyteam, daar mag gewoon iedereen... Die graag danst. Ja, ja, die zijn ook welkom. Ja. En daar zijn we niet super streng op. We zijn daar ook wel streng op, maar niet super streng. Maar
ons showteam, ja, dat is met auditie. Dus wij doen jaarlijks een auditie. En dan komen er verschillende. En dan moeten die eerst hun cv doorgeven. En dan mogen die allemaal komen. En dan krijgen die een stuk modern aangeleerd. Een stuk hip-hop, een beetje techniek, lenigheid. En op basis van dat beslissen wij dan of dat die in ons team kunnen komen of niet. En stel dat het een nee is, kan het ook een nee, maar... Blijf werken aan dit en dit en probeer volgend jaar opnieuw. Mm-hmm. Ja, en wij geven ook wel altijd waarom dat ze niet geslaagd zijn. Ja. Dat de werkpuntjes, maar ook de positieve puntjes. Want het is ook niet omdat ze bij ons nog niet geslaagd zijn, dat ze geen goede dansers zijn. Nee. Het is gewoon momenteel niet wat wij zoeken. Nee. Dat kan inderdaad zijn. Dat het ook, een auditie is ook een momentopname van iets wat een persoon op dat moment kan presteren. Mm-hmm. En wie weet zit er wel meer in voor in de toekomst. Ja, dus dat is wel belangrijk om dat, denk ik, mee te geven. Ja, jij bent natuurlijk een mannelijke danser, inderdaad. De mannelijke lesgever, de mannelijke helft van het hele verhaal. En ja, daarmee ben jij vrij uniek. Ja, want, toch wel. Jij bent de enige jongen in het team. Ja, in het showteam wel, momenteel. Okay. Ja, hoe is dat? Ja, in het begin is dat toch wel een ervaring en een beetje aanpassen, dat wel. Al dat vrouwelijk geweld? Ja. Maar ik begin het al beter en beter te begrijpen. Ja, onlangs had ik door dat iemand naar de kapper was geweest. Dat was al een hele, hele vordering. Want wij zien dat allemaal direct als er iemand binnenkomt. En als je dat dan niet zegt, dan is dat dan, wordt dat al als beledigend. Nu beledig ik, maar is dat van, allee, ziet je dat niet? Voilà, exact. Okay. Ja, dus je hebt de codetaal van de vrouwen, zet je stilletjes aan het ontcijferen. Voilà, inderdaad. Okay. Zo kunt u daar alvast nog veel succes mee. Dankjewel. Ik denk dat je daar nog best een tijdje zoet mee gaat zijn. Ja, wanneer zijn er opnieuw audities? De volgende audities zijn eigenlijk, wij beginnen woensdag met ons nieuwe dansseizoen. Dus die zijn eigenlijk al gepasseerd, want die waren in juni. Maar stel nu dat er super graag auditie willen doen, mail gerust naar ons e-mailadres. Voilà. En dan is eigenlijk alles bespreekbaar. Ja. Oké, dat gaan we dan zeker vermelden ook in het Facebookbericht als deze aflevering online gepromoot wordt. Mag ik jullie danken om tot hier te komen en voor het fijne gesprek. Oké. En u bent bedankt voor het kijken, dames en heren. Dit was het Cultuurkanaal voor vandaag. Tot een volgende keer. Even surfen op het net kwamen we bij dmxrent.be terecht. Vanaf de eerste klik was het duidelijk, hier moeten we zijn. We kozen voor 8 leden, omdat we wilden gaan voor duurzaamheid. Ze zien dat ze ook bij Meubies die meubels verdeelden en het was eigenlijk wel voor ons een stuk voordeliger. Meubies is ongelooflijk gevarieerd en een ongelooflijk groot aanbod waar je eigenlijk altijd wanneer je iets zoekt, alles zal terugvinden. De levering en dergelijke was zeer vlot gegaan. We zouden Meubies zeker direct weer aanbevelen bij vrienden, familie, zonder probleem.